Ook dit jaar waren wij weer naar onze favoriete bestemming in Frankrijk, de Dordogne. En zoals altijd bezochten we bijzondere plekken. En als eerste neem ik jullie mee diep onder de grond. En wel in Jouffre de Parillac, ook wel genoemd het Duivelsgat. Deze grot werd ontdekt in 1889 door Eduard Alfred Martel. Het gat is meer dan 100 meter diep en dat kun je via de trap doen en wij deden dat met de lift. Beneden aangekomen word je opgewacht door hele kleine bootjes en vaar je de grot in. En dat duurt ongeveer 10 minuten. Wat echt jammer was, dat wij mochten niet videoën en geen foto's nemen. Maar om jullie toch een beeld te geven, heb ik wat informatie gehaald van internet. Ik hoop dat jullie hiervan genieten. We zijn weer bovengronds en bezoeken nu Château de Biron. Het kasteel is gelegen op de grens van de Périgord en was eigendom van de familie de Courton de Biron vanaf de 12e tot begin 20e eeuw. Het kasteel diende vele malen als decor van verschillende films. Heel bijzonder is een eigen kerk, waar verschillende bewoners van Biron liggen begraven. Wat bouwstijl betreft heeft elke eeuw zijn stempel achtergelaten. Middeleeuws, gotiek, renaissance. En al deze bouwstijlen naast elkaar zorgt voor een uitzonderlijke architectuur. Thank you.
Het kasteel wordt ook gebruikt voor exposities en evenementen. In de zomermaanden zijn er ook speciale kinderrondleidingen in middeleeuwse kostuums. Jammer, onze vakantie zit er weer op en we hebben genoten weer van de Dordogne.